En dan kom je natuurlijk tenslotte toch uit bij het punt, waarom hebben we eigenlijk dit kabinet? Dat hebben we omdat we vorig jaar besloten hebben, aangejaagd door de VVD, dat we een hele ernstige vluchtelingenprobleem hebben, waar onmiddellijk iets aan gedaan moet worden. Vorig jaar waren dat de nareizigers die niet bestonden. En dit jaar is plotseling ook zijn de arbeidsmigranten erbij gekomen. En mevrouw Faber werkt nu aan een crisis. Die is bezig een crisis te organiseren. Want als er een crisis georganiseerd is, dan kan zij komen met een crisiswet. Nou, eerst kan ze al zeggen, er is een crisis. Dat betekent in feite dat een aantal wettelijke bepalingen, dat die tijdelijk niet hoeven te worden uitgevoerd. Dan zal ze toch, lijkt mij, moeten bewijzen dat er daadwerkelijk een crisis is die er niet is. Behalve als je haar verhalen over het maken van de crisis ook serieus wil nemen. Ja, het klinkt langzamerhand een beetje complex, maar zo is het eigenlijk. Ik begreep bovendien dat als je dan zo'n die tijdelijke ontheffing hebt van bepaalde wettelijke maatregelen, dat je dan verdomd snel moet komen met daadwerkelijke crisiswetgeving. En die moet door eerst in de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Dat hele idee van ontheffing in een tijd van crisis, dat gaat eigenlijk over oorlog, overstromingen. Corona werd genoemd. Mega-epidemieën, nou ja, ga zo maar door. Dat gaat dus, op dit moment is er natuurlijk ook qua instroom van asielzoekers geen sprake van een crisis, behalve voor zover mevrouw Faber zelf bezig is er een te maken. En dat betreft natuurlijk de spreidingswet die opgeblazen moet worden en bad en brood wat afgeschaft moet worden. Maar een echte crisis is er helemaal niet. Sowieso zijn er tal van landen in Europa die wel twee keer zoveel asielzoekers per hoofd van de bevolking hebben als wij. Dus ja, ook buitenland zullen ze niet direct overtuigd zijn door het idee dat er een crisis is. Ik vind zelf, en ja, dan komen we hier toch weer op het tragische terrein van het NSC. Dit is een schoolvoorbeeld van slecht bestuur, van onfatsoenlijk bestuur. Namelijk het misbruik maken van een wettelijke regeling die wel bestaat. Namelijk dat je in nood bepaalde wetsartikelen buiten de orde kunt zetten, tijdelijk. Hè? Mits je dan weer komt met die crisiswetgeving. Dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. En die crisiswetgeving, nogmaals, moet parlementair gesteund worden, anders ben je sowieso nergens. En daaraan gekoppeld is dat ze naar Brussel gaan. En daar willen ze op het punt van de immigratiemaatregelen. En, hè, daar is een groot Europees plan tegen immigratie. Maar daar wil Nederland een opt-out. Precies, doen ze deze week. Gaan ze een brief sturen. Waarom zou in godsnaam Brussel een opt-out geven aan Nederland, waar iedereen begrijpt die er 3 minuten over nadenkt dat de crisis gewoon zelf gemaakt is. Hè, mevrouw Faber, sorry, ja, dat is natuurlijk flauw dat ik dat nu zeg. Ziet er ook uit alsof ze permanent in crisis is, natuurlijk. Nou, dat had ik niet moeten zeggen. Maar goed. Dat de NSC, een partij die gericht is op fatsoenlijk bestuur, niet waar, dat die dit goedkeurt. Dit is het schoolvoorbeeld van onfatsoenlijk bestuur. Misbruik maken in feite van een wettelijke bepaling die bestaat. Namelijk dat je in het geval van oorlog, niet waar, kun je bepaalde zaken, hoef je tijdelijk niet uit te voeren. Dus ja, ik vind het idioot. Ze zou het ook idioot vinden als de volksvertegenwoordiging akkoord zou gaan met deze poppenkast. Maar ze zoeken een geitenpaardje natuurlijk om dit er doorheen te krijgen. Ja, omdat de alternatieven niet kunnen. Geitenpaardjes, die zijn ontzettend goed voor geiten. Daarom heten ze ook zo. Maar geitenpaardjes zijn geen mensenpaardjes. Laat staan NSC-paardjes. Hè? Nee, de NSC zou hier moeten zeggen, kom nou gauw zeg. Wat is dit voor onzin? Maar nu zitten we natuurlijk gevangen in feite in die zich steeds vernauwende trechter dat alles gaat om die immigratie. Maar dat is helemaal geen acute crisis. Kunt je afvragen op de lange termijn hoeveel immigratie we eigenlijk willen en wat het verschil is tussen asielzoekers en arbeidsmigratie enzovoort. Want we komen zo nog te spreken over arbeidsmigratie. Dat is weer een heel ander probleem in feite, omdat het daar gaat om mensen die uit de EU komen. Trouwens, de kwaliteitskrant had een heel stuk dat als je hier binnenkomt in Nederland, je gaat naar de burgerlijke stand en je laat je daar inschrijven. Dan krijg je een, hoe heet het, zo'n burgerservice nummer. En dan kun je doen en laten waar je zelf zin in hebt. Want ik heb aan mijn vrouw gevraagd, ik heb vragen aan de bezorgers van de pakketten waar ze vandaan komen. Nou, die komen, ik wil niet zeggen uit alle werelddelen, er zijn geen pinguïns bij, maar het is toch wel
Er was ook een Braziliaan bij. Dat je denkt, hoe zit dat precies in elkaar? Nou ja, we kunnen... Ja, ik heb nu wel duidelijk gemaakt hoe, naar mijn idee, door en door onfatsoenlijk de koers is die mevrouw Faber wenst te varen. En die... De Raad van State moet hier wel nog iets over zeggen. Ja, zeker, want uiteindelijk zal de rechter er ook wel aan te pas komen. Je begrijpt, dit is gevoelensfressen voor advocaten om een zaak te beginnen. Niet waar om uit te leggen wat een onzin dit is. Precies. Ja, dit is onrechtmatig gebruik van wetgeving. Schoof zij ook de formulering, daar moeten we heel goed naar kijken. Want als we daar een klein beetje de mist in gaan, ja, dan gaat het al niet door. Ja, ja. Nou. Waarmee hij eigenlijk een beetje toegeeft van ja, wat jij ook zegt. Maar ja, hij heeft natuurlijk de taak om dit uit te voeren, omdat ze dit graag willen. Het lijkt mij belachelijk. En het punt is dat we vorig jaar natuurlijk begonnen zijn met het creëren van een asielcrisis. Ja. Want de VVD had daar politiek belang bij, dus die heeft een crisis georganiseerd. Dan waren er niet bestaande aanreizers. Daar had je Zilkens die rol in. Ja, precies. Het heeft maanden geduurd voordat zij onder pressie bereid was dat ze het misschien iets anders had moeten voor. Ze heeft gewoon staan liegen dat het gedrukt is. Ja, er was nog een debat over. Dat die Jezelkus weggekomen is met het hele drama. Niet waar, die de VVD natuurlijk gereduceerd heeft tot een partij van de tweede rang. Dat is er allemaal, nou ja, laat ik me er niet over. Ze zijn er wel hard voor afgestraft, hè? Want de PVV is uiteindelijk de grootste geworden. Dus ze zullen de volgende keer nog een keer... Ja, dat is hun eigen schuld. Ja, we hebben het uitgebreid over. De stomheid van de VVD. Het is onbegrijpelijk, maar hè, ze dachten, we hebben een lekker crisisje. Dat gaan we misbruiken. Weet je wat nu mevrouw Faber doet? Want ik durf te zweren dat de instroom van asielzoekers over de afzienbare termijn niet significant zal afnemen. En ik vraag me zeer af of het op de langere termijn serieus zal afnemen. Dan moet namelijk ook de hele constellatie van alle landen en onrustige streken rond de EU zou moeten veranderen. Laat staan arbeidsmigratie. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we dit klungelige kabinetje te danken hebben aan een niet bestaande crisis die wij zelf hebben uitgevonden. Er is een crisis. Net zo goed als de Apel ook zo georganiseerd wordt dat mensen die er niet over nadenken, denken dat er een crisis is. Mm. Maar dat komt gewoon omdat de faciliteiten zo klein worden gehouden dat er vanzelf een crisis ontstaat. Precies, maar ze gaan nu de Tweede Kamer hierover laten stemmen. Daar hebben ze de meerderheid waarschijnlijk om die crisis uit te roepen. Dat zou wat kunnen. Zijn de coalitiepartijen. Maar wacht even, we hebben nog een Eerste Kamer. Daar hebben ze geen meerderheid. Deze partijen hebben daar geen meerderheid. En bovendien hebben we dan nog de hogere colleges van staat. Waarvan ik toch hoop dat ze zullen zeggen, ho, 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 dat was niet de bedoeling. Er is geen oorlog, er is geen overstroming. De pest is niet opnieuw uitgebroken, dat is allemaal flauw. Wat zijn de gevolgen voor de maatschappij als je dit doet? Onrechtmatig gebruik van wetgeving, lijkt mij. Dat nogmaals, dat NSC, misschien is dat om zich daardoor overspannen geraakt. Dat ze binnenkamers hebben gezegd, nou, we moeten het toch maar doen. En we zitten nou eenmaal in het kabinet en... Maar goed, wat boeien, dan moet die NSC toch exploderen. Dat mensen daar zeggen, ja, we zitten hier vanwege fatsoenlijk bestuur, dat gaan we invoeren. En vervolgens kom je in een kabinet terecht, waarvan eigenlijk de enige wezenlijke maatregel die er iets toe doet, althans wat betreft het kabinet, duidelijk een voorbeeld is van onfatsoenlijk bestuur. Ja, ze zullen er flink op aangepakt worden de komende week. Ja, dat denk ik ook. Dat lijkt mij heel voor de hand liggend. En verder... Maar nogmaals, ik citeer nu wat ik in de krant las, van dat die ambtenaar zei, ja, zoveel nieuws is, staat er eigenlijk niet bij. In het programma. Het was helemaal niet nodig geweest om een programma te schrijven. Je had vaak gewoon kunnen zeggen, we gaan door met wat we al doen. En wat natuurlijk opmerkelijk is dat de BB-minister van Landbouw, dat hij in feite het beleid van haar voorganger voortzet, wat door de BB scherp bekritiseerd is. Er zijn wat kleine aanpassingen. Ook daar moeten we naar Brussel toe. Ook daar gaan we dus geen uitstel van krijgen. Ze zwakt het wat af. Maar hoe verklaar je dat ze dit doet? Want ze hebben natuurlijk iets anders beloofd. Nou, mijn verklaring is heel eenvoudig. Zij arriveert op het ministerie van Landbouw. Er worden taartjes, petit fours worden er geserveerd. En een hele gezellige sfeer. En iedereen klopt elkaar op de schouders. Welkom mevrouw Wiersma. Wat gezellig dat u er ook bent. En u ziet er veel leuker uit dan de vorige minister. Enzovoort. Vervolgens pats gaat de deur van het ministersvertrek gaat op slot. En dan beginnen daar de ambtenaren op haar in te praten. Mevrouw,
U kunt lang lullen, u kunt kort lullen, u kunt van de BBB zijn, u kunt van alles zijn. Maar het is onvermijdelijk dat de veestapel in Nederland zal worden ingekrompen. Nou, wie is maar nog tegenstribbel? Het waren lekkere tangetjes, maar dit overvalt me nog een beetje. En, nou ja, zij gaan gewoon door, die ambtenaren. En tenslotte is ze door de bocht gegaan. Tot ontzetting natuurlijk van haar partijleidster. Ja, de BBB. Ja, die zei al van als dit zo doorgaat, dan stap ik eruit. Ja, dan stap ze eruit. Een beetje een loos dreigement lijkt me, maar goed. Maar je verwacht toch dat ze dit, toen ze hebben zitten praten, hebben afgestemd? En, dat ja, ze... maar dat, nou goed, dat dit sluit u aan bij het idee dat natuurlijk heel veel beleid gewoon voortzetting is van het vorige beleid. Ja, ja, maar dan worden we niet geregeerd door de partijen, maar door de ambtenaren. Ja, en dan komen we tenslotte weer uit bij de, hoe heet het, bij de arbeidsmigratie. En dan kom ik weer uit bij mijn klassieke punt. Trouwens, Omtzigt maakte dat punt ook in die HJ schoollezing. Waarna die onmiddellijk overspannen is geraakt, heb ik begrepen. Nou, als je geen kinderen krijgt, dan zit je met een probleem. Ja. En nou suggereerde hij dat dan de hele zwarte bevolking van West-Afrika in snelboten naar Nederland zal trekken om hier de macht over te nemen. Dat had hij natuurlijk niet moeten zeggen, omdat dat gewoon flauwekul is. Ja, dat is wel duidelijk. Maar goed, feit blijft, wij krijgen geen kinderen en we willen geen immigratie. Dan zit je met een enorm onoverbrugbaar arbeidstekort in Nederland. Ja, daar kun je verder heel van alles over zeggen, maar je zit met een arbeidstekort. Ik begreep in de zorg dat daar honderdduizenden mensen aan het bed tekort zijn, omdat we natuurlijk, omdat we geen kinderen krijgen, de vergrijzing een snel en voortsnellend probleem is. Ja, ze willen dan verzorgingshuizen, die moeten weer terug. Maar ja, je hoeft niet, het is niet zo als je met je vingers knipt dat de verzorgingshuizen terug zijn. Dat is een lange termijn project, op zijn best. Ik heb nooit begrepen waarom ze zo nodig allemaal afgebroken moesten worden. Maar goed, dat was Rutte 2. In allerlei opzichten het meest dramatische klote kabinet van de afgelopen jaren. Laat ik dat nog even, hè. Ik zeg dit over een kabinet waar ook in de PvdA, zoals je weet, uitgebreid vertegenwoordigd was. Jongen, jongen, jongen. Ja, en dus ja, wat doen we aan de arbeidsmigratie? Nou, daar gaan ze meerdere dingen doen. Dat ze gaan namelijk sturen laten we zeggen, het soort van arbeidsmigranten die ze wel willen hebben. Dat zijn voornamelijk mensen die een wiskundestudie hebben voltooid en die alles weten van AI. Dat viel me ook wel op. Overal waar ze eigenlijk geen oplossing voor het probleem hebben, dat er dan wel zit, ja, gaan we aanpakken met artificial intelligence. Zonder dat ze weten hoe dat nou echt werkt en wat de gevolgen zijn. Zoals je weet, dat zodra de overheid iets gaat doen met computers, dan weet je dat het hopeloos vastloopt. Ja. Al zie ik wel nu vaak niets van terecht komt. Er zijn dus wel functies op de ministeries van AI en algoritmecoördinator. Ja. Dus dat hebben ze wel al daar. Oké, die hebben ze dan dus wel. Als die lui echt goed zijn, vertrekken ze weer omdat ze elders vijf keer zoveel kunnen verdienen. Maar ik begreep vooral dat het is dat de overheid niet met AI en de algoritmes discriminatie toepast. Dus dat is vooral het bestrijden eigenlijk van de negatieve gevolgen daarvan. Nou ja, hoe dan ook. Ik viel me op dat als je zegt van ja, maar hoe jullie gaan je dat doen? Ja, artificial intelligence. Ook de administratie in de zorgsector. Dat gaat ook gestroomlijnd worden met artificial intelligence. En als je dan vraagt, je hoe dan? Je moet er niet aan denken, niet waar. Dat ze dat ook gaan doen, want het zal zeker misgaan. Laat ze eerst eens een proefproject doen in het oosten des lands. Dan zou ik zeggen, waar het niet zo druk is. Misschien dat dat iets helpt. Maar goed, arbeidsmigratie. We gaan erop sturen. Hoe? Hoe gaan we erop sturen? Hoe gaan we dat precies doen? Het is ook met die slachthuizen. Ja, die moeten weg. Waar naartoe? Hoe krijg je die slachthuizen weg? Worden die afgebroken door speciale ploegen? Gaan we dat vee dan al verspreiden door Europa? Gesteld dat je het vee hebt en je moet het slachten. Ja, dat blijft volkomen duister in feite. En dan is er natuurlijk, en dat is eigenlijk de enige kant van de arbeidsmigratie waar je daadwerkelijk iets zou kunnen doen. Namelijk de misstanden bestrijden in de arbeidsmigratie. Mensen die onderbetaald worden, schandelijk slecht gehuisvest zijn, die eruit geflikkerd worden en dan eigenlijk hulpeloos. Of te lang en te veel werken. Precies. Je kunt je een hele reeks van misstanden voorstellen. Die zijn er. Nou, wij weten, zijn die er. En daar zou je iets aan kunnen doen. Maar we hebben al eens eerder gelezen en gehoord dat er helemaal geen apparaat is om dat te effectueren. Dat is er helemaal niet. Dat is eigenlijk even dezelfde waanzin die we nu krijgen. Namelijk,
Het bewaken van de grenzen tegen islamitische terroristen. Oh, en dat is ook al zoiets lachwekkends. Het idee dat je in Europa de grenzen kunt bewaken. Dan zul je toch tienduizenden marechaussées. En niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland moeten aannemen. Dat is namelijk pure symboolpolitiek. De grenzen zijn niet te bewaken. Ik weet niet hoeveel grensovergangen er zijn. Tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België. Naar, het zal denk ik in de honderden lopen. Gaan we die allemaal bewaken? Komt er overal een eenzame marechaussee te staan. Ergens in de achterhoek bij een zandpad wat naar de buren leidt. Het is, ja, je wordt er ook wel... Wat moet je, dit is absurdisme op hoog niveau. Omdat ze natuurlijk in Duitsland plotseling dat besluit hebben genomen. Ik ben met de taxi naar, hoe heet het, gereden? Duitsland, Wolfsburg, ja. Ik geloof dat ik onderweg, nou ik schat toch zeker 20.000 vrachtauto's heb gezien. Ik begreep het niet erg, maar dat schijnt de aanvoerroute te zijn naar de Polen en Centraal-Europa naar West-Europa. Als ze dit daadwerkelijk gaan doen, als het iets meer is dan symboolpolitiek, gaat dat de transportsector miljarden kosten, terwijl het niets oplevert. Nee. Want je begrijpt wel dat bij nacht en ontij een islamitische terrorist met een heel akelig mes zomaar over het zandpad van het ene land naar het andere land kan wandelen. Kijk naar de Brexit, daar hebben we toen ook die files gehad toen die geëffectueerd werd. Dat heeft dus allemaal helemaal geen zin. Waarom mensen toch steeds weer met symboolpolitiek aankomen zetten? Alleen om die domme kiezers te... Sorry, domme. De onwetende kiezers moet ik natuurlijk zeggen. Ze zijn niet dom, ze zijn onwetend. Ja. Maar is alles niet een beetje symboolpolitiek geworden? Zijn er nog wel echte maatregelen die echt effect hebben en het leven van mensen beter maken? Nou, als we het over asielpolitiek hebben, niet. Vooral niet omdat natuurlijk de asiel- en arbeidsmarktpolitiek natuurlijk in allerlei opzichten veroorzaakt worden. Door het feit dat we een enorme behoefte hebben aan pakketbezorgers. Ja. Slachters, gaan ze maar door. Eigenlijk het hele migratiedossier is een door en door hypocriet dossier. Dat we zeggen, ja, we willen dat niet. En onze identiteit wordt aangetast. En ik bedoel, waar moeten we heen? Ik bedoel, als we niet meer samen kunnen juichen over het oranje elftal. Dat er allerlei mensen zitten te mokken in naast de deur. Die eigenlijk voor de tegenstander. Nou, allemaal flauwekul en onzin natuurlijk. Maar we willen dus wel al die diensten. Precies, al die pakketjes. Liefst zo goedkoop mogelijk. En zo snel. Zo snel en mogelijk. Zo snel mogelijk. Hè? Maar we willen geen immigratie. En we krijgen ook geen kinderen. Ja, heb je jezelf gemanoeuvreerd in een situatie waar geen directe oplossing mogelijk is, behalve natuurlijk artificial intelligence. Ja. Maar denk je dat de gemiddelde Nederlander hier wel eens over nadenkt? Nee, ik denk dat hij daar niet over nadenkt. Hij is er vorig jaar volop ingetuind. Niet waar, want dat is de verkiezingsuitslag. Dat betekent dat de Nederlandse kiezer er volop ingetuind is dat we met een migratieprobleem zitten wat onoplosbaar is. Ja. En waar wij keiharde maatregelen moeten nemen om er een eind aan te maken. Zelfs dat rapport van Zwolle en zijn knuiten, dat stelde al voor matigen natuurlijk 60.000 mensen, dat komt best. Dan voel je wel aan je water dat 100.000 ook best kan. Hè? Ja, dit verhaal geldt natuurlijk voor vrijwel alle West-Europese staten. Dan kun je hele radicale maatregelen nemen, zoals de Denen. Oh, wacht even, ik ben één oplossing vergeten. Een hele simpele oplossing. We besluiten niet meer economisch te groeien. Paf. We zeggen gewoon, we zetten volop de rem op de economie. We gaan elk jaar 2% achteruit. Dan moet het na 5 jaar wakkelanger zijn. Nee, want dan hebben we daar echt, staat de zaak echt goed stil. En dan begint het ook, laten we zeggen, te stapelen. Dan, maar een beetje zoals, ik heb al eens eerst dat voorbeeld gegeven. Er is natuurlijk ergens, zo rond de kredietcrisis, hebben we een aantal jaren negatieve groei gehad. Demografisch groei. Negatieve demografische groei. Nou, je ziet dat kan. De economie is tijdelijk bewusteloos. Nou, hartstikke goed. Ja, dan moet je het gepiep horen. Want nu was het ook weer wat de bestedingsruimte van de Nederlanders, die neemt met 0,7% toe. Ik weet niet precies hoeveel dat voor ons is. Maar misschien kunnen we een extra blikje water
Misschien moet ik kraanwater gaan drinken. Maar dit is natuurlijk het kapitalisme. Dat heeft eigenlijk ook ingebouwd in zichzelf dat het falen ook weer leidt tot mogelijkheden voor het kapitalisme. Ja, in zekere zin wel, ja. Ik weet niet, nou ja, als we de rem op de economie zetten, niemand wil dat. Want natuurlijk de grootste heilige koe ter wereld in alle westerse samenleving is de economie en de groei van de economie. Het idee dat die niet meer groeit, daar worden we zo doodzenuwachtig van. Dat we meteen vragen aan artificial intelligence om daar nou eens iets aan te doen. Precies, en dat is ook weer dan een voedingsbodem voor het kapitalisme. Ja, nou is dat natuurlijk ook een... Artificial intelligence is een hele reële zaak. Maar vooral als het gaat om praktische toepassingen. Het idee dat het een soort tovenarij is op hoog niveau, waardoor we alle problemen waar we nu niet zoveel van begrijpen kunnen oplossen. Dat is natuurlijk een beetje infantiele flauwekul. Maar moeten we niet af van het kapitalisme om dit op te lossen? Nee, vooral niet. Omdat we natuurlijk enige ervaring hebben met het afschaffen van het kapitalisme. Bovendien, het kapitalisme bestaat niet. Er zijn tal van varianten van het kapitalisme. Je hebt landen met een beetje kapitalisme. Je hebt landen met iets meer kapitalisme. Je hebt landen met waar het kapitalisme overal dwars doorheen zit, wat er ook aan noem eens wat is. Voorbeelden. Kan niet bommen wat. Verenigde Staten in allerlei opzichten. Kijk, voor de modale burger is West-Europa veel aantrekkelijker als leefgebied dan de Verenigde Staten. Omdat je met veel... Kijk, het leven brengt altijd onzekerheden met zich mee. Daar is geen pest aan te doen. Maar je kunt ze als overheid enigszins bijslijpen. Iets minder erg maken. En in de Verenigde Staten is dat niet zo. En bij ons is het wel zo. In de Verenigde Staten hebben een volstrekt halfgare medische sector. Tja, die is bij ons de helft goedkoper en hij werkt beter. Moet je afvragen hoe dat in elkaar zit. Ja. Dan moeten ze nou ook eens met die veelgeroemde artificial intelligence. Ja, ik doe daar nou een beetje flauw over, maar ik vond ook wel dat het allemaal enorm opgeblazen was. Welke ervaring hebben we dan met het afschaffen van het kapitalisme? Noord-Korea. Maar topstaat. Marcheren kunnen ze prima. Dat is wel een feit. Als het kapitalisme afschaft, kun je veel beter marcheren. Veel meer tijd om te oefenen voor het marcheren. En er zijn veel meer doelstellingen waarvoor je zou moeten marcheren. En dan kun je voortdurend van A naar B en dan weer terug marcheren. En nou ja, gaan ze maar doen. Ja, ik moet altijd denken aan... Je weet dat ik enige tijd in dienst heb gezeten. Ik weet niet of ik het al verteld heb. Wij werden opgeleid tot tankcommandant. Maar we moesten elke dag exerceren. Dus een eindje marcheren en op de plaats rusten. Met geweer? Ja, in een rotte van 3, weet ik, in ieder geval dat groepje. Ja, tenslotte kon ik natuurlijk niet laten om tegen die wachtmeester te zeggen, wachtmeester, als we nou, waarom moeten we alsmaar exerceren als we in een tank gaan zitten? Dat heeft toch voor geen enkele zin. Het is daar hartstikke klein behuisd in de tank. Ja, dan kon je meteen thuis blijven. Ik bedoel, kon je meteen het weekend op de basis blijven. Oh, volkomen nutteloos. Dus je kunt natuurlijk een aanstaande tankcommandant alleen. Maar we hadden ook hele nuttige, nou, niet veel, maar toch enkele. Vooral het kaartlezen met de stafkaart, dat vond ik hartstikke nuttig. We wisten toen nog niet dat het GPS zou komen en dat het tenslotte dat je het helemaal niet hoefde te weten, maar ik kan nog steeds een heel adequate stafkaart gebruiken. Als ik in een tank zit. We hadden van de week ook de EBI in Vught. Onze nieuwe tanks, hè. We hebben ze 15 jaar geleden afgeschaft en nu gaan we 50 nieuwe tanks kopen. Ja, daar gaat extra geld naar Defensie. Ja, van die Brekelmans. Meneer Brekelmans, ik hoop dat u vaak 's nachts wakker wordt. U bent de hoofdoorzaak van de ellende waar we nu mee te maken hebben op politiek gebied. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor deze discussie weer top of mind is. Ja, daar hadden we buiten de waard gerekend. Althans, ik had ook buiten de waard gerekend. Ja. Ik had niet gedacht dat Poetin zoiets stom zou doen, maar dat heeft hij tenslotte toch gedaan. Want natuurlijk het eindeffect van Poetins initiatief is A... dat hij die oorlog eigenlijk al verloren heeft in de eerste weken van de oorlog. Ja, hij kan inderdaad klein tactisch voordeel behalen in de oostelijke Oekraïne. Ik heb begrepen dat hij niet de mogelijkheden heeft voor een werkelijk groot en gevaarlijk offensief. Maar het is op zichzelf vervelend genoeg. Waar hij waarschijnlijk op uit is, is op het veroveren van die twee oblasten, of hoe die dingen mogen heten daar. Die ook officieel geannexeerd heeft, dat denk ik althans. Of die meer wil, dat heeft hij in feite nogmaals de mogelijkheden niet voor. Maar
heeft eigenlijk bewerkstelligd dat de tegenstander zo geschrokken is. Hoe is het ook weer? Je moet geen slapende honden wakker maken. Nou, de NATO en West-Europa die lagen te pitten, joh, dat het een lieve lust had. En nu willen ze natuurlijk. Kijk, democratieën hebben altijd aanvankelijk tijd nodig om op gang te komen. Er ontstaat verwarring en ze gaan vergaderen. En je hebt voor- en tegenstanders en je hebt van alles en nog wat. Maar tenslotte, na enige tijd, slagen ze erin om de boel op de rails te krijgen. Ja, en dan is natuurlijk het productievermogen van West-Europa vergeleken met dat van Rusland. De Russische economie is net zo groot als de Spaanse economie. En ik geloof niet dat iemand zich druk maakt over het productievermogen van Spanje. Nee, maar het leidt er wel weer toe dat Defensie meer geld krijgt. Mm-hmm. Vind je dat een goede ontwikkeling? Ja, ik denk dat gezien... Ik vind dat wat natuurlijk vaak gebeurt, is dat de ambities van Poetin naar mijn idee schromelijk overdreven worden. Dat we zeggen, misschien heeft hij die ambities wel, maar hij heeft niet de middelen om ze te realiseren. Nee, precies. Dus het is niet realistisch wat hij wil. Nee. Dus als we daarmee rekening houden, denk ik wel dat het nuttig is dat je je kunt verdedigen. Ja. En we hebben natuurlijk na het eind van de Koude Oorlog misschien wel iets te snel de zaken gereduceerd tot het absolute minimum. Want je hebt natuurlijk wel allerlei spullen nodig die behoorlijk kunnen samenwerken. Je moet kunnen oefenen. Er moet meer coördinatie zijn. Ah, fijn. We krijgen bezoek. Een vrolijk draaiend dieseltje. Dit is weer zo'n bezorger waar je het net over had. De White Van Man. Ja, nu kun je even kijken. Is het iemand? Ja, dat is... In ieder geval iemand uit Afrika, gok ik. Ja. Nou, dat weet je niet. Voor hetzelfde geld is hij gewoon in Nederland geboren. Ja, dat klopt. Okay. Maar laten we zeggen, hij maakt een uitheemse indruk. Ja, precies. Dus dat dit... Discriminerend en wel komen wij tot de conclusie dat hij een uitheemse indruk maakt. Ja, maar goed, als we dat plaatsen naast de stelling die jij net had, dan past dit in datzelfde plaatje weer. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Wij willen dat allemaal wel. Vlotte pakketjes, alles zo goedkoop mogelijk, enzovoort, enzovoort. Maar wat erbij hoort, willen we niet. Nee. Maar wat dat betreft is Pieter Omtzigt wel een van de weinige politici, ook met die Haaije schoollezing, die een keer de kiezer een spiegel voorhoudt en zegt... Ja, waarom die nou ongelukkigerwijs dus dat hele idee dat er dus miljoenen zwarte mensen hier de boel zouden komen bezorgen, dat deze meneer dus een vervolg zou krijgen, maar dan miljoenvoudig. Ja, daarmee maakte hij zichzelf natuurlijk enorm kwetsbaar op dit punt. Ja, dat was misschien ongelukkig, maar hij is wel een van de weinige politici die ik heb gehoord. Ja, en dat hij dat geboorteprobleem aan de orde heeft gesteld. Ja, want jij hebt het gezegd hier. En nu heeft hij het, is volgens mij als een van de enige politici gezegd. Ja, en het is het centrale probleem. We kunnen nog even terugkomen. We hebben al iets over dat Draghi-rapport gezegd. Ja, precies op hoofdlijnen, want toen was jij in Duitsland. Dus misschien heb je nu inmiddels wat meer gelezen. Iedereen vindt dat natuurlijk ontzettend geleerd en belangrijk. En Europa kachelt achteruit en... Voordat je het weet, wonen we weer in Rietut. En terwijl de Amerikanen gigantische peperdure auto's... het bekende sprookjesboek. Dus ik heb er nog eens dat stukje op nagelezen van Paul Krugman. Paul Krugman is een Nobelprijswinnaar in de economie. En die schrijft met enige regelmaat stukjes in de New York Times. En wat schrijft Paul Krugman daar? Iets heel anders. Productiviteit per uur en werknemer is in Europa praktisch hetzelfde als in de Verenigde Staten. Verschillen liggen zeg maar binnen de foutmarge. Dat is best knap wat ze werken, zegt hij. Het is ook helemaal niet zo dat wij technologisch op elk denkbaar terrein totaal achterlopen enzovoort enzovoort. Ik wil niet, het is op zichzelf mooi om wat extra te investeren. Dat kan nooit kwaad in deze sector. Altijd beter dan in andere sectoren waar het toch een zak oplevert. Dus daar ben ik op zichzelf niet tegen, maar de redenen die ervoor worden gegeven, die wij altijd gemakkelijk geloven, omdat er een soort idee is dat Amerika altijd beter, sterker, efficiënter, innovatiever, dat is kletskoek. Toen dacht ik natuurlijk, ik heb het al geciteerd aan dat boekje uit de jaren 60, Le Défi Américain, van Servan Schreiber. Défi voor de luisteraars die niet zo goed bij Frans hebben opgelet, is uitdaging. En daar staat dat hele bekende riedeltje, staat daar weer in. En nu zag ik ook, waar zag ik dat nu, ben ik vergeten, dat Delors ook een vergelijkbaar rapport heeft geproduceerd in de tijd toen hij zei, ja, we moeten de euro hebben, en gemeenschappelijke markt. Vergelijkbaar met dat van Draghi bedoel je? Ja, want anders verdorren we en dan lopen we een vreselijke achterstand op. Ja, tenslotte schrijft Krugman, groeit Amerika sneller dan Europa? Ja, zeker, dat doet het.
Maar dat heeft één duidelijke oorzaak, nou, een demografische oorzaak. Wij hebben veel minder jonge mensen. De bevolking van de Verenigde Staten is relatief jonger dan de bevolking van West-Europa. En dat komt door de migratie, toch? Daarnaartoe? Nee, dat komt doordat we geen kinderen krijgen. Nee, maar waarom in Amerika komt het door de migratie. Ja. Die ze zelf nu willen afknijpen, de sukkels. Terwijl het land grotendeels leeg is, zoals ik onlangs heb kunnen constateren toen ik per automobiel door de lege staten reed. En de Republikeinen willen dat, hè? Ja, de Republikeinen willen dat. Ja, zeker. Ook hier geldt weer, hoe minder immigranten je ziet, hoe banger je bent voor immigranten. En daar komt natuurlijk dat zodra een halfgare immigrant met een mes iemand steekt, dan is het wereldnieuws. Hè? Als ik jou zou steken met een mes... Is geen nieuws. Bekende podcastmaker steekt de technicus dood. dat wordt wereldnieuws, joh. Hè? Want dan blijkt natuurlijk, als ze op mijn studeerkamer gaan zoeken, dat ik in het geheim allemaal islamitische boeken heb gelezen. het is... Ook de nieuwsindustrie zou zich ook eens moeten bezinnen op wat je weergeeft en wat je verklaringen daarvoor zijn. Maar goed, terug naar Krugman. Dus ja, het is een puur demografisch probleem. Wel zegt hij dat na de COVID-crisis dat de ECB wel een erg terughoudend en voorzichtig conservatief financieel beleid gevoerd heeft. Dat vindt hij onverstandig. Amerika heeft veel meer gedaan om het herstel van de economie te stimuleren. Met de Fed, want dat is maar de tegenhanger. Structureel is er in feite geen verschil in productiviteit en innovatie tussen de Verenigde Staten. Het komt ook een beetje door de voortdurende overschatting van het belang van die techbedrijven. Hè, van die lui die dus de pakjes versturen en andere dingen doen. Apple. Maar kun je dan niet zeggen dat wij in Europa beter doen dan in de Verenigde Staten? Ja, zeker. Dat zou je kunnen zeggen, want daar start je een stukje mee. Het is van ja, alle gekanker op die Europeanen, maar ze hebben wel 3 weken meer vakantie. Precies. Ze gaan eerder met pensioen. Want is het een van de redenen dat het lijkt alsof Europa minder doet, is in feite dat ze veel meer vakantie hebben. En dan zegt hij ook, naar mijn idee terecht, dat is een keuze. Ja. Je kunt kiezen. Je kunt kiezen op dat je nog veel meer wil verdienen en je dood wil werken. Zoals in Japan bijvoorbeeld, geloof ik. Maar ook in de VS, want daar hebben ze ook heel weinig vakantie. Ja, precies. Mijn oom die daar een hele aardige managerial functie had. En die moest een blinde darm laten demonteren. En dat moest hij in zijn eigen tijd laten doen. Dus in het weekend? Nee, of vrij nemen. Vakantie. Ja. Dan moest hij een vakantie had. Ik geloof dat hij 2 weken vakantie had. En dan moest hij 1 week opofferen aan de blinde darm. Hallo, hé. Zo'n idiote samenleving. Natuurlijk is wel de vraag, stel dat je de vakanties korter maakt, of de productiviteit dan omhoog gaat of gelijk blijft. Want je kunt best zeggen, het belang van die 3 weken vakantie die we hebben, of 3 weken meer vakantie. Is misschien wel dat mensen weer wat enthousiaster aan het werk gaan. Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Wat daar straks zei ik al, voor de modale burger is West-Europa een veel prettiger soort van samenleving dan de Verenigde Staten zijn. Ja. Er zijn grote verschillen in de Verenigde Staten tussen de verschillende staten. Massachusetts is heel fatsoenlijk georganiseerd in allerlei opzichten. En je hebt natuurlijk ook staten waar dat in veel mindere mate het geval is. Ja, maar we hebben hier in Nederland toch die bedrijven gehad zoals AFAS en Achmea die naar een 4 dagen werkweek over zijn gestapt. Productiviteit is gelijk gebleven. Dus die 5e dag voegt niet veel toe. Nee, kijk. Nou, je had in Amerika het idioten gewoon van de all-nighters. Dat je 1 dag in de week moest je de hele nacht doorwerken. Wie heeft dat bedacht? Daar bleken mensen volledig overspannen van te worden. Ja, dat snap ik, ja. Van wie kwam dat idee? Ja, dat is een typisch Amerikaans idee. Maar ik kan doen we buffelen. Ja. Dat is zo dat werk. En we hebben dus wel Pieter Omtzigt die ons toch dit soort zaken voorhoudt. En die dus nu overspannen is. Of in ieder geval, het wordt hem allemaal eventjes te veel. Is hij wel geschikt voor een rol in de hectische politiek? Als hij iedere keer zo gevoelig Nee, het lijkt mij niet. Maar ik wil zeggen, ik zeg dit van afstand natuurlijk. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar ik heb de indruk dat hij eigenlijk iets wil en doet wat hij beter niet zou kunnen willen en doen. En dat hij veel beter op enige afstand van de hectiek van de dagelijkse politiek, kennelijk wint hij zich daar dan enorm over op. Heel begrijpelijk overigens. Als ik er iets langer over nadenk, dan wint ik me ook enorm op. Ik bedoel, dat wat bij die grenscontroles, dan denk je toch ook,
We leven in een totaal krankzinnige wereld. Die Scholz die moet zich schamen dat hij met die onzin begonnen is. Ja, die is natuurlijk de takken geschrokken, dat begrijp ik ook wel weer. Maar goed, politiek. Nee, Omtzigt moet zich natuurlijk... Ik hoop dat hij een hele goede, solide studeerkamer heeft. Met twee hele fijne bureaulampen. En dat hij daar gewoon een lekker budgetje kan... het budget van over kan doorspitten. En dan meneer Van Hien bellen om te zeggen wat er al zo moet gebeuren. Ik geef niet veel voor de toekomst van NSC. Hij had hier nooit in moeten stappen. Het zijn toch wel allemaal talentvolle mensen. Dat ook die huilerij en die opwinding, dat al ook in die hele formatiefase een rol speelde. Ja, omdat hij eigenlijk niet met de PVV wou. Maar, sorry, het was zijn besluit om over rechts door te gaan. Dat had hij nooit moeten doen. Ja, omdat hij besluit over rechts door te gaan. En toen moest hij dat sprookje in de lucht houden. Dat het een extra parlementair kabinet zou worden waar hij niks mee te maken had. Maar wat zeg je nou echt? Dat als hij met links met Timmermans in zee was gegaan, dat hij dan niet overspannen was geraakt? Nou, misschien had hij andere mogelijkheden moeten onderzoeken. Je wou zeggen dat hij met iedereen overspannen zou zijn. Ja, die indruk wekt hij wel een beetje. Ja, dat is waar. Maar het lijkt me dat Timmermans iets rustiger is voor elkaar uitstraling dan Geert. Ja, maar hij wil zich natuurlijk overal mee bemoeien. Dus als de teksten, dat hoor je ook van de mensen om het dat kabinet. Zou kunnen, dus dan zou je toch moeten concluderen dat hij beter op afstand kan opereren dan midden in de dagelijkse politiek. De dagelijkse politiek is vaak van een zo ingrijpende, bizarre onnozelheid, dat ik me wel voor kan stellen dat iemand die na kan denken daar moeite mee heeft. Ja, ja, maar dit geeft nu wel de gelegenheid voor Nicolien Kroon om zich te profileren. Ook of geen Vroonhoven heet ze toch? Oh, van Vroonhoven, neem me niet kwalijk, ja. Dat is Nicolien Kroon is iemand anders, dat is een weervrouw volgens mij. Van Vroonhoven. Ja, dus ik ben even in de war, excuus. Nee, van Vroonhoven heet ze inderdaad. Die stond ook bij het CDA op de lijst, dus die kent dat kamerwerk. Toch ook een talentvolle dame. Dus die geeft nu... Ja, maar ik begreep dat ze niet de gave van het woord had. Ja, ik heb er nooit van zelfs op. Zei NRC dat? Ja, las ik in de krant. Maar daar kan ze nu wel een goeie. Ja, ik lees die ding ook maar in de krant. Ik bedoel, ik zit daar boven met mijn twee bureaulampen. Fijn de krant te lezen. Ja, dat kan zijn... Ik geef het geldt natuurlijk, we hebben nu al doorgespit, niet waar, het door en door onfatsoenlijke karakter van de crisisproductie in Den Haag, door mevrouw Faber en Konuiten. Als de NSC daarmee akkoord gaat, dan is het gewoon een beetje klaar allemaal. Lijkt mij althans. Je bent voor fatsoenlijk bestuur en vervolgens niet waar, onderteken je onfatsoenlijk bestuur, dat moet je niet doen. Maar Omtzigt heeft en ik denk dat Omtzigt vanaf het om raadselachtige redenen wou die door over rechts. Misschien omdat toch zijn hart aan de rechterkant van het politieke spectrum ligt. Of omdat hij zijn ideeën het meest kan realiseren met deze coalitie. Ja, maar met de PVV is het altijd kwaad kersen eten. Dat heeft hij wel gemerkt. Maar hij heeft wel ruimte voor het constitutionele hof. Want heeft hij over uitleg over gegeven. Ik denk dat het daar spoedig van komt. Zullen we daar een weddenschap over afsluiten? Nou ja. Hij zal zelf de dingen in gang zetten nu om dat voor elkaar te krijgen. Oh, dat gaat helemaal niet gebeuren. Er komt helemaal geen constitutioneel hof. Maar hij heeft nu de meerderheid in de Tweede Kamer. Daar is ook helemaal niet voor, dus het kan niet, mag niet. Maar voor hem is dat wel een essentieel punt om die bestaanszekerheid ook... Dat zou kunnen, maar de bestaanszekerheid is als meer geholpen met een iets ruimer... Ja, wat ik begreep dat aanvankelijk de onderkant van de Nederlandse samenleving er iets 1,5% op vooruit zou gaan. En nu gaan ze er helemaal niet op vooruit. Dus ja. Ja. Wat dat betreft moet je zeggen dat de VVD natuurlijk het budgetgevecht gevonden heeft. Zoveel is wel duidelijk. Ook op dat punt is kennelijk niet zo heel veel veranderd. En daar zit die Eelco Heijnen op, hè? Want dat is natuurlijk degene die ambitie heeft. Ik geef voor het overleven van NSC. Ik ga niet wedden, want ik verlies al mijn weddenschappen. Maar ik geef voor het overleven van NSC niet veel. Met belangrijkste oorzaak of reden? Ja. Dat ze natuurlijk in de dagelijkse praktijk onvoldoende oppositie voeren tegen dingen die niet deugen. En als je zo'n in dit kabinet bent gestapt, dan weet je dat er alsmaar dingen moeten gebeuren die eigenlijk niet deugen. Met name natuurlijk de geforceerde aanpak van het migratieprobleem. Dat moet wel aangepakt worden op lange termijn, maar doe dat in Europees verband. Wees redelijk, kijk naar wat wel kan en wat niet kan. Je kunt die mensen niet doodschieten of allemaal laten verzuipen. Kortom, er moet redelijk en humaan beleid gevoerd worden. En je moet natuurlijk niet als Nederland in je pieren eentje, niet waar, met het oranje vlaggetje in top, een heel eigen beleid gaan voeren.
nadat je dus een nepcrisis hebt veroorzaakt. En vervolgens nepwetgeving gaat maken. Die ja. wel die in feite voor hele andere dingen bedoeld was. Want toch is het wonderlijk. Hè? Ze hebben aan het buitenland heeft dit kabinet ook met Zelensky zich geprofileerd. Zo van, hey, er verandert niet heel veel. We blijven de betrouwbare partner. En nu gaan ze dus naar Brussel toe om op dit soort punten een opt-out aan te vragen. Omdat dit kabinet natuurlijk in essentie een product is van de misleidende constructie van het migratieprobleem. Ja. Die voornamelijk de schuld is van de VVD. Kijk, die kletskoek van de PVV, dat is al sinds 2004. En niemand nam dat volgens mij erg serieus. En nu is dat in allerlei opzichten natuurlijk in de haarvaten van het besluitvormingsmechaniek geslopen. Ja, en dan was er van de week ook nog een onderzoekje waaruit bleek wie nou het vaakste eigenlijk het debat bepaalt. Waar het over gaat in de Tweede Kamer. En Geert Wilders kwam daar als nummer 1 naar boven. Ja, dat verbaast me niks. Het is een goede debater. Ja, het is een onaangename debater, waardoor die waarschijnlijk ook wel een goede debater is. Hij schroomt niet om zich nogal immoreel te gedragen in de Kamer. Dus ja, dat scoort lekker, zonder twijfel. Krijgt hij uiteindelijk zijn zin? Nee. Daar moet je naar kijken, ja. Vind jij. Ja. En niet nu, niet volgende week. En niet of die een geweldige indruk maakt op sommigen. Nee, maar over 10 jaar. Je moet je over 10 jaar afvragen, wat heeft dit kabinet uiteindelijk bewerkstelligd? Je kunt nu zeggen, nu we bijna 10 jaar verder zijn, dat het kabinet Rutte 2 een drama was. Die wetgeving die deugt niet, die heeft alleen maar negatieve effecten gehad, die moet deels teruggedraaid worden. Kortom, je kunt nu een oordeel uitspreken. Ja. En dan nog, voordat de historici aan de slag kunnen, dan ben je natuurlijk wel een kwart eeuw verder. Ja.